Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ontkoppelt zich van de particuliere VWO- en HAVO-scholen voor wat betreft de afname van toetsen. Omdat het ministerie en de particuliere scholen niet op één lijn staan qua uitvoering van het onderwijsprogramma, is dit besluit genomen. Dit zegt Gracia Valies Ormskerk, waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs. Verder legt ze uit dat toetsen eerder gemaakt moesten worden voor de uitgestippelde datum, doordat de particuliere scholen aansluiting hebben op het programma van de buitenlandse scholen. Nieuwe opleidingen aansluitend zijn op dat van het buitenland en dat kunnen aanbieden aan hun studenten en ook in hun organisatie, waardoor daar een beetje een verschil ontstond. Niet misschien geen meningsverschil, maar een verschil in gedachtegang. Waardoor uiteindelijk toetsen verdeeld zijn geworden over perioden om de groep die gaat op particuliere opleidingen of die gaat op particuliere opleidingen niet tekort te doen, is dan toch ingestemd om die groep die toets te laten maken zoals ze hadden aangegeven op data, op datum. En daardoor is ontstaan dat we kregen twee toetsmomenten. En u begrijpt, als we twee toetsmomenten krijgen, dan komt er niet alleen maar die toets bij kijken, maar een heleboel daarbij nog meer. Toch? Inhoudelijk, onderwijs inhoudelijk en middelen, allerlei dingen komen erbij kijken. Volgens Ormskerk is het curriculum van de openbare scholen en van de particuliere VWO- en HAVO-scholen nog steeds hetzelfde. Ze zegt dat het om de tijdspannen, de middelen en de mogelijkheden gaat. Verder legt Ormskerk uit dat de maatschappelijke ongelijkheid binnen de openbare scholen ook een rol speelt. Het curriculum van de particuliere scholen is conform wat wij, dus als we praten over HAVO-VWO, is altijd conform wat wij hier hebben. Toch? Want in een normale situatie zonder COVID hebben ze hun toetsen gelijk gemaakt als dat van onze openbare scholen, VWO, HAVO scholen. Volgens Marcelino Nerkus hoeft de ontkoppeling van de openbare scholen en de particuliere scholen geen probleem te zijn. Nerkus benadrukt verder wel dat de ontkoppeling consequenties kan hebben voor de beide schoolsystemen. Volgens mij heeft die ontkoppeling toch wel consequenties als je inspectieapparaat niet voldoende equipped is. Je inspectieapparaat gaat voldoende equipped zijn. Anders ga je een situatie krijgen waarbij ouders die het hebben, die gaan kiezen voor die particuliere scholen. En de overige zijn voor die gaan naar de openbare scholen. En je moet weten, op een particuliere school kan je dus, je leerboeken steeds vernieuwen. En je kan nieuwe aanschaffen, natuurlijk moet je natuurlijk elke maand misschien betalen. Maar je kan verschil krijgen. Dus in de leerstof, want die particuliere scholen kunnen hun leerstof gaan vernieuwen. Ja? Dus je moet die eindtermen goed in de gaten houden. En je moet evalueren hoe ver zijn ze op de particuliere scholen, hoe ver zijn ze op die openbare scholen.